Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 1. Ja, we zijn begonnen met Vlogmas. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb het eigenlijk gisteren pas bedacht. Ik dacht, oh wacht, het is 1 december. Ik doe altijd Vlogmas. Oh, ik wil geen jaar overslaan. Dus hier ben ik, gewoon met Vlogmas. Mijn haar is nog steeds groen. Dus vandaar dat ik het zo heb zitten, zodat je het niet zo heel goed ziet. Oh, we gaan allemaal leuke dingen doen in december. Het wordt super, super, super mega druk. Maar ik heb er heel veel zin in. En we gaan gewoon deze dag beginnen. Ik heb mijn sportkleren aangetrokken. Nieuwe legging van Gymshark. Ja, ik ben obsessed met die leggings van Gymshark. Ik heb een roze hemdje eronder, omdat ik het wel een beetje te koud vond voor een blote buik. Net een fotootje gemaakt voor Instagram, dus die komt zo online. En nu ga ik naar de gym, want we gaan gymmen. Even een disclaimertje. Ik weet dat ik het super druk ga hebben in december. Ja, je hebt Sinterklaas. We hebben Shanghai, weekendje weg met mijn vriendinnen. Evenementen, kerst, maar dan is Vlogmas over. Ik heb een geheim project waar ik aan het werk ben. Daar ga ik hopelijk zo snel mogelijk iets over vertellen. Ja, dat is een beetje wat invloed kan hebben op of ik soms mijn vlogs op tijd upload. Nu heb ik tegen mezelf gezegd, deze op 1 december, die zien jullie op 3 december. Dus ik geef mezelf 2 dagen om te editen. En ik hoop dat daardoor, dan heb ik dus 1 keer in de 2 dagen tijd nodig om te editen. Ik denk dat dat me wel gaat lukken. Dus dat zou super chill zijn en dan hoef ik geen 1 dag over te slaan. Maar mocht dit het geval zijn, sorry van tevoren al. Maar ik ga mijn best doen om iedere dag een video op te laden. Wat gaan we nu doen? Ik heb 2 foto's gisteren uitgeprint bij mij thuis. Van mij en Nikki. Wacht, ik laat het even zien. Deze. Ja, is ook knap. Nikki dan, hè. En deze. Ook superleuk. Ik denk die... Want ik heb 1 lijstje die ik wil vullen. Ik denk dat ik die erin ga doen. Ik ga het even laten zien. Het is een klein beetje donker hier, omdat de gordijnen half dicht zitten. Maar in dat grijze lijstje ga ik hem doen. Dus deze gaat daarin. Oké, ga ik nu doen. Vergeet niet te vloggen. Ja, dat doe ik dus wel. Het is inmiddels al 3 uur geweest. Volgens mij 3:30. Het regent dat het giet. Nou, het is niet heel hard aan het regenen, maar wel te hard om voetbal te kijken. Dus ik ga geen voetbal kijken bij Nikki. Wat ik nu ga doen is boodschappen. Ik heb eigenlijk de hele tijd gestreamd. En ja, druk geweest met streamen eigenlijk. Dus ik heb niet gevlogd. Maar het leuke van de zaterdag. Nou ja, streamen is wel leuk natuurlijk. Maar de fun... En eten maken en zo. Daar heb ik heel veel zin in. Dat gaat nu pas gebeuren. Dus ik ga lekker boodschappen doen. En dan door naar Nikki weer terug. De boodschappen zijn gedaan. De koelkast is echt helemaal leeg. Wacht, ik ga het jullie laten zien. Kijk, dit is de koelkast op dit moment. Helemaal leeg. En ik ga... En als ik zo doe, zit hij helemaal vol. Let op. Ik weet niet of dat in frame was. Maar dit is toch heerlijk een gevulde koelkast. Kunnen we weer een weekje tegenaan. Oké, het is nu 6:30. Ik heb Sky Radio aanstaan op de achtergrond. Sorry als je dat hoort. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet doen. Nikki is op voetbal, die is nu klaar. Maar ik heb nog niks gehoord, dus ik weet niet hoe laat hij thuis is. Dus ik durf ook nog niet te gaan koken. Ik ga denk ik even een beetje simsen.
Nou, ik heb even gesimst. Ja, dat is niet echt interessant om te vloggen. Vervolgens ben ik Crea gaan kijken. Dat ben ik nog steeds een beetje aan het doen. Maar ondertussen ben ik de kip aan het maken. Ik heb die gemarineerd met ketchup, pastazuiker, knoflook. Oh, ik ben de peper vergeten, maar dat maakt niet zoveel uit. Olijfolie. En dan ga ik deze, heb ik aardappelschijfjes met ui en spek. Ik denk dat het heel lekker is. En de broccoli ben ik aan het koken. Ik heb extra veel gemaakt. Ik weet niet of de jongens van Nicky's team meekomen. Maar anders hebben we gewoon eten voor morgen of overmorgen. Dus super handig. Dus ik heb lekker veel eten gemaakt. Ik heb toch alle tijd nu. Dus dat is wel lekker. En ik heb voor mezelf een Coca-Cola Zero, dacht ik. Maar het is dus Zero Sherry. Dus die ga ik nu eens eventjes lekker opdrinken. Het ruikt zo lekker, jongens. Het ruikt echt lekker. Oh, ik verwacht in deze vlog me veel eten te laten zien aan jullie. Want ik kook heel graag. Dus dat doe ik ook heel veel als ik niet aan het streamen ben. Dus dat zullen jullie vast vaak zien. Oh, lekker. Dit zijn de leftovers. Ik moet vloggen. Ik moet vloggen. Ik ben Mattia. En ik moet vloggen. Dat dus. We gaan nu naar vrienden van Nicky. Kolonisten van Catan spelen. Ik heb gewoon gezegd dat ik ook kom. Nicky moet maar mee. Dit is wat ik aan heb. Ik vind dit zelf super leuk om aan te hebben. Want ik hou van deze schoenen. Alleen... ik krijg altijd veel opmerkingen erover. Maar ik vind ze zo mooi. Dus schijt. En dan heb ik een heel lekker dik vest aan. Zodat ik het niet koud krijg. En ik heb... daar had ik zin in. Kroki saté chips. Oh, dat vind ik echt een van de lekkerste chippies. En Smirnoff Ice. Met rietjes. Dus ik neem gewoon mijn eigen spullen mee. Naar een feestje. Of een avondje bij vrienden. Dus dat is wel lekker weer. Moet jij nog iets mee? Nee. Oké. Je hebt er mooi gaan zitten. Ja. Kijk, ik denk dat jij het heel goed doet. Ik denk dat iedereen hem knap. Hebben jullie een filmpje van Simone? Ik doe het niet goed. Die van Decathlon? Ja. Die is snor. Ben je het om heel lelijk? Die is echt lelijk. Ja, dat knap. Heel lelijk. Ik vind zo'n filmpje. Thanks, Nicky. Ik vind het zo van die mensen inderdaad een beetje. Nou, wij doen het gewoon niet. Jij doet het altijd zo. En dat was net toen mijn litteken nog wel. Hij is moed aan het indrinken. Is het nieuw? Oké, 3, 2, 1. Dat was alweer dag 1 van Vlogmas. Dankjewel voor het kijken. Geef natuurlijk een duim omhoog. Vertel tegen iedereen dat ik Vlogmas doe. Als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij Vlogmas dag 2.